Yo kijkers van Die Dus Gamen Vindt, ik ga vandaag cranken doen. Lijkt me wel leuk, ik heb het nog nooit gedaan, de eerste keer. Ik denk dat het een beetje hetzelfde is als Call of Duty, en dan weet ik wel wat het is. Dat je, als je iemand killt, dat je binnen weer een tijd weer iemand moet killen, en zo gaat het erdoor. Anders ga je zelf dood. En ik heb hier al een choose class, ik heb de scout. En ik zal dat nog een potje doen, denk ik, ligt er aan hoe lang het duurt. En dan pak ik deze boog. Ik kan niet zien wat erop staat. De tekst staat een stuk uit het beeld. Maar over 8 seconden gaan we beginnen. Ik heb het nog nooit gedaan. Ik zie wel, ik ga geen testpotje doen. Ik wil gewoon meteen opnemen. Want als het echt crank het is wat van Gadget the Ghost afkomt, dan ken ik het wel. Dus dan snap ik het wel. Maar als het anders is, dan heb ik een probleem. Want dan moet ik het leren kennen. Maar het is nou ook gestopt met regenen. En we gaan beginnen. En ik krijg niet meer zwaard. En ik kill deze fucking man op papa. Kutai. En nu moet ik binnen deze tijd volgens mij iemand killen. Of niet? Ik weet niet man. Ik let niet op de zijkant van de beelden. Time left. Ik weet niet. Ik ga gewoon een beetje killen. Ik kijk wel. Dus als ik daar opeens dood ga vanzelf, dan is het wel echt een crank het wat van Call of Duty afkomt. Maar anders is het anders. Daar zit er een paar. Kom maar. Ik zie wel dat ik een hartje bij krijg van die gouden. Ja. Volgens mij is het wel dat je doodgaat als je iemand die binnen een bepaalde tijd killt. Er zit iemand fucking met de fucking boog te. Dood. Ga dood. Kom op, worden dit 2 kills achter elkaar? Nee, dat wordt het niet. Net ontplofte ik en nou niet. Dus als je binnen tijd iemand niet killt, dan ga je dood. Hoppakee. Jij gaat ook dood. Het zit allemaal wel zo dicht op elkaar, man. Oh, ik ga weg. Ik ben weg. Ik kill of iemand die een beetje alleen zit. Wat wel is, als je iemand killt, krijg je van die gouden hartjes erbij. 2. Deze met die boog moet opdonderen. Hoppakee, weg ermee. Even, oh, ik moet natuurlijk wel iemand snel killen. Anders ga ik daar zelf doen. Fuck. Oké. Ik zal het geluid wel iets harder zetten. Dat je wel van die film. Ook al staat het geluid al best hard. En ik word wow! Weer 3 schoten heeft hij mij al dood. Oké, het volgende potje, als het potje niet lang duurt, dan pak ik het volgende potje. Die is afka. Oh nee. Sukkel. Dan pak ik het volgende potje in een boog. En dan ga ik een beetje campen, zeg maar. Nou, ik ga gewoon een beetje rondlopen, een beetje van afstand mensen afknallen. Ah, yes. Gaat best lekker. Rennen. Dan staan ze met heel veel man bij elkaar, volgens mij. Hoppa, die kill ik van je weg. Oké, wow, we zitten met heel veel man hier. Kan ik deze even in de rug killen? Misschien. Oh, hij mag me niet raken. Anders ben ik dood. Damn it, shit. Oké, kom op. Nog. Kijk, ik weet niet hoe lang het is, want ik let niet eens op de tijd. Het is goed killen. Killen. Come on. Ja. Nu deze hier. Steve skin. Gaat hij nou nog winnen ook? Nee. Oh, fuck jou. Fuck. Zal ik nou altijd niet zijn pijl omlaag gaan? Oké. Of zit... Nee, die gast zit volgens mij mee te schieten. Hoe komt die fucking gast daar? Aha. Wil je het zo gaan spelen? Oké, laat maar zitten man. Ik ga weg. Want anders speelt hij me dadelijk. Maar wel een slim idee van hem. Gewoon op een paddenstoel gaan staan en een beetje iedereen dood te knallen. Zeg je iemand. Nee, ik ga dood. Ik ben dood. Come on. Come on.
Oh, nee. Jij gaat me niet schieten. Jij gaat niet schieten. Lekker op. Lekker op, man. Fuck jullie. Oh, ja. Fucking nice. Fucking nice. Fucking nice. Kom op. Net ging ik allemaal zo lekker en nu niet. Zo goed. Wat? Ben ik af? Ja, volgens mij ben ik af. Ja. Ik ben af, mensen. De ene team heeft volgens mij gewonnen. Ik weet niet precies hoe het spel helemaal werkt. Precies. Maar ik ga nog een potje doen. Oké, ik ben weer terug. Nieuw potje. Nieuwe kanten. En ik pak nu deze, zoals ik had gezegd. En die heet dus Ranger. Ranger. Dus ja. We beginnen over 7 seconden. En we gaan de map Utopia doen, die ik volgens mij net ook heb gedaan. Oh nee, dat had iemand gewonnen op die man. Welke gaan we dan doen? Nou, volgens mij wel dezelfde. Maar net had er ook iemand gewonnen met de map Utopia. En Utopia is volgens mij zo'n serie die op SBS6 komt ofzo. Dat is nou helemaal. Ik kijk het niet, maar volgens mij is er wel zo. Oké, fuck nice. Oké. Ik schiet fucking sloom. Best klote om nou met de boog te schieten met tegen allemaal mensen die allemaal aan het rondlopen zijn. Fuck! Nee! Yeah. Neckstein, je bent fucking... Oké. Okay. Wow! What the fuck? Wat is dit? Wat? Kei lange gang onder de grond. Komt het ergens uit? Ja. Hier komt het. Ga ik hier wat mensen killen. Mijn kill. Best klote. Hey, dat is dezelfde persoon waar ik er straks ook tegen. What the? What? Fuck, wat is dat? Er was opeens een tijger en dan plofte bij mij. Tenminste, wanneer die bij mij kwam. Ik ga hier staan. Een beetje die daar was. Het is wel echt... Dit ga ik echt niet meer doen, man, met een boog. Fucking klote. Ja. Fuck! Woehoe! Hoppakee. Hoppakee. Die achter daar. Nee, niet uitkijken dat er iemand in mijn rug opeens. Ha, wat de fuck ding zij zeker. En daar kan ik wel mensen pakken. Wow, yo. Kun je ze... Andere mensen kunnen volgens mij ook ontploffen. Als je... Fuck. You motherfucker. Fuck. Ik kan niet eens uitpraten, maar laat me uitpraten. Oh. Ja, fucking nice. Ik ga daar gewoon dood omdat ik een plof. Ik ga echt niet meer deze boog pakken. Dat is echt niet fucking leuk. Ik denk dat ik, ja. Oop. Hoppakee. Het is mijn kill, jong. Het is mijn kill. Maar ik ga echt niet meer die boog pakken. Het is echt fucking kloot in dit spel. Je moet mensen binnen een bepaalde tijd killen en je hebt een fucking boog. Een zwaard veel chiller. Ook kun je mensen van achter... En... Oké. Fucking Chinese skin, man. Jij wint. Ik ben weg. Ik ga daar dood omdat ik ontplof. En het is niet leuk met deze boog. Oké, hoeveel levens heb ik nog? Of is het... Nee, wacht. Het gaat gewoon door tot het helemaal afgelopen is. Hij is fucking dom dat hij fucking niet een stenen zwaard pakt. Ik zou veel sterker dan zijn hand. Het spel tenminste. Hier, wat is dit? Wacht, die volg ik even. Oh. Wat is dat?
hij ontploft niet ofzo. Of hij ontploft wel. Ik weet niet wat, maar ik weet echt niet meer, man. Maar ik pak deze boog echt niet meer. Ik ben klaar mee. Fuck you. Fuck! Ah! Godverdomme. Wacht, choose class. Wacht! Kan ik hem veranderen? Als ik daar dood ga. Kijk helemaal maar, dan kan ik even scout worden. Kan ik even wat kills pakken. Kills grijpen. Kom maar, kill me maar. Hier, gratis kill. Kom maar. Hij probeert toch te killen. Die wil ik wel even afslaan. Kill maar. Hoppakee. Krijg ik nu een andere klas? Een andere klas? Fuck yeah. Come on. Even wat kills gaan scoren. Deze hier. Is de mijne. Hoppakee. Dat is één. Gaan met die banaan. Gaan met die banaan. Hij kill. Oh. Ik weet niet of hij meer hard shot heeft als mij. Oh. Oh yes! Tweede kill. Hoppakee. Gaat lekker jongen. Heb die. Oh, die is hier. Schmijnen. Schmijn, mijn schmijn. Ga maar naar binnen. Ja, ga maar naar binnen. Tammen. Hè? Hè? Hoppakee. Hoppakee. Hoppakee! Ik weet niet hoeveel kills ik nog achter elkaar heb, maar. Gaat lekker. En deze hier. En deze. Ga dood. Nee, jij mag me niet killen. Jij met je klote gezicht. Oké, weg hier. Wow. Ben ik nou ontploft? Ja, volgens mij ben ik ontploft. Hey, weg jij. Oh, ja. Gast. Zo'n boog, zo'n pijl doet wel veel damage, man. Net ging ik net zo lekker veel kills. Ja, ik ga, weet je wat? Ja, goed. Oké, kom op. Kom op. Wow, oh. Ik denk al, waar de fuck ben ik? Lang duurt het potje eigenlijk nog? Ga je me killen. Kom maar. Jij killde mij. Ik wil een revanche, jongen. Fuck. Oké, mensen, de potje is voorbij. Over 10 seconden begint hij weer, maar ik ga er niet in. Ik ga eruit. Ik ga deze aflevering meteen afsluiten, dus bedankt voor het kijken en doei!